die bid, die woord van die Here sê, dan ons lees saam die woord van die Here in Psalm 34 van vers 5 af. Hy sê so, ek het die Here gesoek en hy het my geantwoord en my uit al my vrees gered. Hy het hom aangesien en gestraal van vreugde en hy het aangesig hoef nie rooi van skaamte te word nie. Hierdie ellendige het geroep en die Here het gehoor en hy het hom uit al sy benoudhede verlos. Die engele van die Here trek 'n laan rondom die wie hom vrees en red hulle uit. Vandag ons moet saam lees in die Boek van Konings en ons gaan hier lees van vers 14 af. Hy sê, so het hy dan daar in paard in die strijdbaans en die zwaar weer gestuur en hulle het in die nacht gekom in die stad omsingel en toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar een leer met paard in die strijdbaans rondom die stad en sy dienaar sê vir hom, ach my Heer, hoe sal ons maak, my antwoord vrees nie, want die wat by ons is, is meer as die wat by hulle is. En Jelie saai en gebid en gesê, Heere, open toch sy oor, dat hy kan sien. En die Heere het die oor van sy dienaar geopen, dat hy kon sien. Met eens was die baarde voor paarde en wans van vuur rondom. Jelie saai, kom ons bid saam. Vader, wat wonderlijke voorreg en voorreg, maar u weet, ek kan kom, ek kan sê, Abba Vader, want u is ons Vader, so dat die Heere dit ons kan vanmorgen verklaar, dat u is ons God, en daar is niemand soos u. Ons het u vanmorgen nodig, met ons hele hart, ons hele siel, en ons hele verstand, en Heere, ons wil vanmorgen kom sê, niks uit onszelf uit die Heere, maar dat alles wat ons doen, sal wees, tot eer en verheerliking van die wonderlijke naam van Koning Jesus. Dank u dat ons vanmorgen kan verklaar, Heere, dat ons staan vast op die rots, Jesus Christus. Ons het nie angst rond nie, ons raak nie vrees bevang nie. Ons staan vanmorgen vast en ons sê, ons weet, ons verlosser lewe. En omdat hy lewe, sien ons kans vanmorgen. Ek wil vanmorgen bid en vra, Heere, kom spoel hier ons, kom vloei hier ons vanmorgen, dat die geest van God mensen se hart en lewe sal aanraak daar waar hulle is, en daar gaan hulle sit. En ek wil vanmorgen bid en vra, Heere, nie soos ons wil nie, maar soos u wil in ons lewens, is my gebed in die kostbare naam van Jesus Christus, en ons dank u daarvoor. Amen. David skryf vir baie belangrik ding in Psalm 34, hy skryf, ek die Heere gesoek en die Heere het om wat van ek die Heere gesoek, so hy sê hier, daar is iets wat gebeur het, wat een verandering in sy omstandighede gebring het, en dit was om die Heere die God te soek met alles wat binnen hulle is, en terwijl ek so bezig was om hiervan te lees en gestraal bezig is om voor te bereid, toe vraag die Heere vir my, hoe lyk dit, staan die saak nog steeds, dat jy God soek met jou hele hart, jou hele siel, en met jou hele wese. Hy sê, hy is in my die Heere gesoek, en die Heere het om geantwoord, en om uit al sy vrese uitgereid, ek weet nie van jou vermoord nie, maar ek kan hoor hoe die waarde begin alles te graag, hoe die dinge wat daar buitenkant aangaan, ek kan hoor hoe mense begin rondval, en begin soek na antwoorde, en begin kyk waar, kan ons keer, doen ons maar. Ek sê hoe die organisaties die mekaar begin optree, en mekaar begin aanvat, oor sekere dinge, wat mense gesond te gebeur, uit vrees uit vir die dag van morgen. Ek wil vanmorgen die sterre mag het ons sê, ek gee nie op, wie keer my opstaan, wie keer my kom nie, ek is vanmorgen, het bloed gewaste, een weder gebore, een vry geboorte, een geest vervalde kind van een levendige God, en dit bepaal vanmorgen, dat ek staan onder die kracht van een levendige God, dit maak vanmorgen, dat my hart een levende getuig, dat God is die enigste bron van kracht, my enigste bron van verlossing, op wie ek kan vertrouw vanmorgen. Is nu hier die gedeelte lees, die vraag myself, die vraag af, Heere, wat probeer die vanmorgen vir my sê, en die Heere sê, dit het tyd geword om my weer blindelings te begin vertrouw. Is hier ons so geneig om te vertrouw op die dinge wat ons kan sien, ons is so geneig om te vertrouw op dinge wat ander mense sê, of op dinge wat die media sê, of op dinge wat die president sê, of een of ander persoon.
persoon sê, ek wil vanmorgen vir jou sê, misschien in die tyd geworden dat ek en jy weer blindelings op God sal begin vertrou, dat ek en jy weer sê, dit maak nie saam, hoe zwaar die strijd raak, of waar ons gewikkeld is nie, ons vertrouwe is nie op een mens nie, maar ons vertrouwe is in die koning van die konings, en die Heere van die Heerskare. Jy sê, dis wanneer ons God begin vertrouwe met ons hart, ons siel en ons wese, dat ons nie ons te grond het. Die Bijbel praat hier van die dienstknecht wat die oggend in die stad het gekom, het bewaarde gegaan, dus die koning van Aram het gesê dat hy verstaan nie, want hulle beplan elke keer een aanslag te Israel, weet nie, Israelite, en elke keer, wanneer hulle voorlê of goed, dan kom hy in die stad, profeet Elisa, die man van God, stuur hy vir die koning van Israel, een boodskap, en sê, jong, wanneer dat jy ons hier trek, en dan wacht vir jou dag, wanneer dat jy ons daar hier trek, en dan wacht vir jou dag, wat gebeur het is, hier diezelfde manne, dit is diezelfde koning van Aram, maak nu staan, hy praat met sy mens, en hy sê van die jong, ons het ergens in die kaas, want elke keer is ons nie verplak, dan gebeurt daar iets wat die Israelite ons het nieuw voeter teengee. Jy ergens moet nie iemand wees, wat uitpraat uit die paleis, jy ergens moet nie iemand wees, wat hierby ons aftip, of wat waarskie, of wat het in die geval mag wees. En een van die mannen sê, my Heer, dit is nie raar, een van ons nie, maar daar is een profeet met die naam van Elisa, daar is een man wat geken word as die man van God, en hier die man wat God vir jou vertel, wat in jou slaapkamer gemaakt word, en die koning sê, waarom recht in die stad neem, want hy is die oorzaak, dat al dinge verkeerd gaan, hy is die oorzaak, dat niks recht kom nie, hy is die oorzaak, dat ek elke keer gevloeid word, dat ek elke keer nie keer die Israeliete kan optree, of hulle kan gevangen neem, of oorlog nie, hulle kan vroeg nie. Ek is op soek na die man, die een man, wat sê, my vertrouwe is in God. Jy sê, die Bijbel sê, hy is daar in die stad, hy is daar in die stad, van die is dood, dan as ek recht kan opdang, hy sê, hy is daar in die stad in, en hy sê, nou stuur vir ons die troepen soek, en kry vir ons die ouwens wat daar uitkom, die hy is in dood had, stuur vir die ouwens soek toe, ek wil haar man gevangen en wat neem, in die ochtend vroeg toe, toe sy dienstig uitstap, by die deur, ek het die deur so opgemaak, en die mens het toegedra, ek dit by, toe hem so opmaak, en hy sê wat hy sê, toe maak die deur net toe, en sê my heer, ek dink jy moet kom kyk, ons het so bietjie moeilikheid, ons is omsingel deur die koning van Aram's mens, ons is omsingel deur, ek dink jy die deur so starig opgemaak, en het geloof, en toe gaan sê, ja, nie, ons is omsingel, nie, ons sit hier met die probleem, nie, en ek weet nie, verstaan jy dit vanmorgen nie, maar ons is bezig om een strijd te strijd tegen iets wat ons nie kan sien nie. Ons is bezig om een strijd te strijd. En dit maak ons dat die mense wat rondom ons sneeuw en die mense wat rondom ons val, maak dat daar vrees in ons harte opkom. Dit maak vanmorgen dat ons angst bevangen raak. Dit maak vanmorgen dat ons rondkijk en angstig begin raak. Maar ek kom vanmorgen, Psalm 121, alle wat ek sê, ek slaag my woe op naar die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Heere, wat hemel en aarde geskaap het. Ek sien dat hier die gedeelte lees, en ek sien hier die dienstnekse hulp, en ek sien hier die dienstnekse vrese, ek sien dat hier die dienstnekse vertrouwe, is dit diezelfde vertrouwe, as wat Elisa se is. Daarby begin hier om my te praat en sê, maar dit gaan oor een verhouding. Jy sê, wanneer jy in verhoudings met my, dan verdwijn alle vrees. En die Bijbel sê, die liefde drijf alle vrees na buiten. Dis hoe dieper jy gaan anker word in die liefde van God, hoe minder begin die dinge van die wereld te vrees. Hoe dieper jy gaan anker is nie op die liefde van Christus Jesus, hoe meer sal jy verstaan. Jy hoef nie angstig rond te kyk nie. Jy hoef nie vrees gevangen te wees nie. Jy hoef nie vanmorgen daar te staan te sê, ek weet nie wat gedaan of hoe gaan ek doen nie, wat die vanmorgen kan sê is, ek weet my verlosser lewe, en onder die lewe, sien ek kans vir die dag vanmorgen. Jy sien dat jy die gedeelte lees, toe kyk ek dat hierdie dienst
slechts houden. Zin van vrede, zin van, weet je al gezien wat gebeurd is? Als iemand bang is, dan trek hij altijd iemand anders toe. Als jij met zo'n manier gekruist en je over de kerk instaat, dan heb je een denk in die kerk met een roep en zegt, pastoor, want ik weet het man ontstuk elke keer. Dus ik krijg pastoor, pastoor, en dan zegt de ander, dan zegt, oh, ik dank je, is al wat ik wil weer. Ik wil net weer, hij is hier. Je ziet een bijker, als ik loop, dan stort er iemand voor, want ik weet, ik sta er wacht om schrik te maken. Maar je ziet wat bezig is wat er gebeurd is. Dus dat hier diezelfde dienstweg is bezig om zijn Heer voor de stoot en te zeggen, joh, iedereen is eigenlijk op zoek naar jou, ergens maar naar wie. En iedereen is eigenlijk op zoek om jou goed te maken, of om jou vervangen te nemen. Iedereen is eigenlijk hier om jou van ontslag te laten. Hij komt vanmorgen veel zeggen, maar die roept het hier, die zal alleen staan. Hij moet bestappen, hij moet hier die confidence, met hier die verwachting, wat hij weet, dat God is steeds in beheer. De man die staat, wat hij doet niet, hij weet, God zal hem uithalen. Hij elke probleem, elke situatie, elke ding in zijn leven, daar is niks wat God om je heet. Zo kan helpen. Hier die man staat, bij die dier uit, en hij staat zo, en kijk en hij zegt voor jou, hoe kom jij bang? Alle wat voor ons is, is waarde meer, is alle wat tegen ons is. En ik denk jullie dienstdag, het staan we zo'n beetje zijn oor probeer vrij, een beetje probeer kijken, en ik denk dat ook misschien die thermometer die gevallen, laat je nou, hoe je liefst zijn kop kan drippen, en kijk of die man niet koersig is, of daar niet fout is, nie, maar hier die man is bezig om te hallucineren, hij ziet dingen wat ik niet kan zien, hij moet verhoren voor jou steen. Kind van God, dit is tijd geworden om weer te beginnen op God blindelings te vertrouwen. Het maakt niet zo hoe erg dit buitenkant raakt niet, naar jou toe zal het dan komen niet. Want jij is een bloedgewaste kind van God. Jij staat onder die bescherming van de levendige God. En die Bijbel zegt, en toen je Lisa opkijkt, zei ach, maar hulle wat voor ons is, is waar meer als hulle wat voor ons is. De Bijbel zegt, in die dienstdag was verbaasd geweest, want hier van ons zien dingen wat hij niet kan zien. En hij staat nog op en hij zit zelfs op en hij zegt van je, open toch hier die man zijn oor, dat vrees kan verwijnen. Open toch hier die man zijn oor, dat hij op die kan vertrouwen, die er dit wat hij ziet. Je ziet hem vanmorgen voor je zeggen, dat is waar ik hier, tijdelijk mensen rondom je, begin aangevallen, want het ziek wordt niet goed verstaan, je bent aangegaan niet, en dan weet je niet, dat is best om te gebeuren niet, maar ik weet je dit verzeker, jij staat onder die bescherming van de levendige God, jij staat onder hier die je, wat ze, ik is vanmorgen jouw God, ik is die hier met jouw handraad, ik is die hier met jouw genees, ik is jouw verlosser, ik is jouw vriend, ik is jouw vrijmaker. Stuur waarom praat u vanmorgen, ik is vanmorgen veel zeggen, dat u hier niet, die man weer opkijkt voor die bergen, tussen en in die strijdwans, en die aanvoerders, en die leer van die koning van Arnie, maar toen zien hij die leer mag van die Heer, hij ziet hoe die bergen gepakt staan, hij staat en kijkt en hij kijkt recht rondom hem, en hij ziet hoe die engelen van God, die leer mag van God, ver meer is, als hulle, wat die hulle optrekt, ek wil vanmorgen vir jou sê, ek wil jy moet vanmorgen verstaan, dat is een God in die hemel, wat vanmorgen sy leer mag, sal opdracht gee, om jou te beskerm, omdat hy jou lief het, omdat hy jou vat, en jou koester, omdat jy sy kind is, omdat jy die een is, wat hom sê, dat jou waar ek lief het. Jy sê, ek wil vanmorgen vir jou sê, dat ek hier die gedeelte lees, toe raak my hart opgewonde, want om God blindelings te vertrouwen beteken, om nie te kan sien nie, maar nog steeds te sê, my vertrouwen is in die Heer. Psalm 34 vers 18, ek trek raar van engele rondom die, wie my vrees. Nou, ek weet nie van jou nie, dit is vir my so mooi
gewees van die woord van die Heer sê hier so in 2 Konings 6. Hy sê, en toe sy oor opgaan, het hy nie meer gevrees, ek het God gesoek en hy al my vrees met my weggevat. Ek het God gesoek in die tye wat ek gevrees het en ek my vrees met my weggevat. Hoe waarom? Omdat hy my oor opgemaak het om te kan sien, ek staan onder die beskerming van die levende God. Geen mens kan my beskerm nie, geen masker kan my beskerm nie, geen handschoen kan my beskerm nie, ek staan onder die beskerming van die levende God. En sien, is wanneer God my beskerm, is wanneer ek weet dat hier die beskerming van God oor my is, dat ek sal verstaan wie God werkelijk in my leven is. Stuur wat van hulle wat aan siek raak, wat van hulle wat aan in die tyd tot sterwe kom, ons nou in die week gehoor dat kyk in so lede en dit het my hart so aangevat en kyk het so oor gebid en ek het die Heere gevra, Heere hoekom? Die Heere het my gesê, daar is die siekte tot dood toe. Die Bybel het gesê dat voor die grondlegging van die aarde ons ons mens nou uitgeweet, so dat het eindsens is, voor die aarde geskapen was bepaal wanneer ons gebore word, wanneer ons gaan sterwe. Maak nie saak wie teen my opstaan, ek staan nog steeds onder die beskerm van God. En dan is dit dan die tyd dat ek my asem op aarde sal uitblaas, en sê Psalm 121, hy sal jou uitgang en jou ingang sal hy bewaak, jou siel sal hy bewaak. Jy sê, ek vrees nie die een met my, dat my lichaam kan doodmaak, ek vrees nie die siekte toestand, dat my lichaam kan doodmaak, ek vrees wel die een, wat mag het, om my siel nie al te werpen. Hy wil vermoord sê, die vijand nie daar mag nie, slechts God, wat daar die mag besit. Dis slechts God, wat vermoord kan besluit, oor ons leer, dis slechts God, wat kan besluit, oor waar jy ons gaan. Is partykeer gevaarlik vir ons harte om blindes te vertrou. Ek kyk na drie manne by naam van Sarah, Mese, en uit Nego, het voor vier oog te staan om, hulle weet hier, die is die einde, hier is die plek wat ons gaan sterwe met nie. Die manne staan op mekaar en praat en een sê, ja nie, wel as ek sterf met ons, ek nie van jullie, maar my saad is recht met God. Ek is nie op die man, heb nie op vermoorde sterf, maar ek sal nie buig voor ander wil. Want vermoorde vir jou roep en sê, kerk van God, luister mooi, ons buig voor niemand, behalwe die koning van die konings, en die Heere van die Heerskare. Sy naam is Jesus Christus. Sy naam is Verlosser. Sy naam is Roos van Sarum. Sy naam is die naam bo elke naam. En hierdie drie manne staan blind en staan. Hulle kyk die angstig rond oor wat gebeur het. Langs hulle sal 'n paar van hierdie soldaten, ek denk, toen is die nader sat, toen slaan die ene op die langs van die brand, en hulle staan en kyk, en hulle kyk vir elkaar, en hulle denk, hulle kies die grondlag, want hulle vertrouw is nie op die mens nie, hulle vertrouw is nie op wat gebeur nie, hulle vertrouw is nie op omstandighede nie, hulle vertrouw is op God. Jy sien, ek wil vandag vir sê, ons raak so gevoerd op ons omstandighede. Dit is tot tyd keer vergeet, wees in beheer van alles. Toe hy voorbij nie oor die omstandighede begin, toe hy die vuur moet instap, na binnenkant is, hy kom met smoor nie, hy brand nie, en ek kan nie daar en warm nie, en hy stap van mekaar en kyk, dink ek was in die hand in die lucht, en het Gods naam begin groot maak vir die rede, en het om blindelings vertrouw, en
nothing but the Lord said, He has never failed us. And He never will. God zal jou niet een mysterie laten. Hij zal jou niet begeren niet. En Hij zal jou niet verlaten. Hij zal bij jou wees. Tot aan het einde van alle tijden. Zing. Het is niet altijd makkelijk om blunderings te vertellen. Maar het is sukkel om blunderings te vertrouwen, vruchten van Jere. Maar dan moet mijn oor dat ik kan zien. Oh, misschien ga je niet met vleeselijke oor zien, maar misschien gaan God je de geestelijke raden God. En je kunt dat zien wat anderen niet kan zien. Maar ik wil vanmorgen voor je zeggen, je is meer dan een oor vandaan. Je hebt Christus Jezus met jullie kracht. Jij is tot alles in staat. Je hebt Christus Jezus. Zodat daar waar je zit, waar je luistert naar die woord van God, misschien jezelf één kant gevat. Net als een luister vanmorgen wil ik voor je zeggen, moet niet vrezen, God is met je. Moet niet angst de grond kijken, Hij is bij jou. Begin om blinderings te vertrouwen. Want je ziet dus als je om blinderings vertrouwt dat hij jullie niet openbaar zal bewijzen dat hij God is. En als je met je hart voor oren niet weer begint te zien, zie je hem. Mijn vertrouwen is niet in de mens, maar in God. Kom ons het zullen. Hoe graag je bent en ik leef vermoorden. Voor mij iets doen, dus met je hand weer op je hart zit. Met vermoorden ze, Heere, ik wil vermoorden, ik begin vertrouwen in mijn hart. Hoe alle dingen. Dan wil ik in je hand weer oor zitten, zie Heere, al kan ik niet vermoorden zien, zal ik nog steeds op je vertrouwen. Ik zal blinderings vertrouwen, met mijn hele hart, met mijn hele ziel en met mijn hele verstand. Kom ons met samen. Vader, zo wij dank u dat we vanmorgen kunnen zeggen, ons vertrouwen is in u. Zo dank u dat we vanmorgen kunnen zeggen, Heere, al lijkt het op die aanslag, zo groot is het in ons, al lijkt het of ons vijand ons gaat overweldigen, al lijkt het of daar te veel is, weet ik nog steeds mijn vertrouwen is in die. En hij wil vanmorgen bidden, vraag Heere, geef mij weer een hart met vertrouwen op God, zoals nog nooit van tevoren niet. Geef mij weer een hart wat luistert, geef mij weer een hart wat zoekend is, geef mij weer een hart wat andere dingen zien, wat andere dingen zien. Mijn vertrouwen is op die vermoorden. Hij moet vermoorden met die beschermen. Voor elkeen van ons. Elkeen van ons kruisgeneratie familie. Elkeen van die volk van jullie kerk. Elke christen. Elke kind van die Heere. Wil ik vermoorden met beschermen. Bewaar. Wees voor onze God van mij. En dank je dat ons weer Heere. Is met ons. Elk moment van die dag. In Jezus' wonderlijke naam. Amen. We gaan de laatste gedachte met jullie heel. En mijn laatste gedachte vanmorgen is dat ons baie keer niet kan zien en hij kon zien. Maar ons moet vertrouwen dat God reeds die hij komt. En ik ben als baie bezigheidsmannen met vanmorgen bekommerd is, want hij weet niet hoe gaan hij maken en weet niet waar hij geld kan vandaan komen hier. Ik versta alleen goed, dus ik is niet blind voor dit, ik besef niet
En die saak wat het vir die tyd pak, maar ek wil toch vir jou sê, moenie angstig rondkom nie. Moenie bevrees wees nie. God sal voorsien. Hy het nog altyd en hy sal voorsien. So hou vast aan die Here met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. Vertrou op die Here. Want is hy wat voorsien. In Jesus naam. Amen. Ek hoop jy met die seer week en ons sien julle van 6 uur weer. 6 uur doen ons tweede broadcast en ons gaan vanmorgen vir julle sê, ons is nie vir elkeen van julle staan vast op die woord van God. Amen.